Ik stem op de NPS omdat ik als jongere een plaats heb binnen de partij en zo kan opkomen voor de belangen van de jongeren. Omdat ze visie hebben om het land onder ontwikkeling te brengen. Vanwege de stabiliteit zijn bedrijven bezig uit te breiden. Sowieso gaan ze arbeidskrachten nodig hebben, zeker bedrijfskundigen. En dan kan ik makkelijker aan de job. En dan denk ik bijvoorbeeld alleen aan het West-Suriname project. Omdat ik persoonlijk geen leiders wil hebben die ons in een isolement zullen brengen. Ze hebben gepresteerd. We stemmen bij NPS en dat is democratie en dat is opbouw van konden.